Welkom in deze nieuwe video van Bolsta. Vandaag ga ik eens een keertje kijken of ze welke spullen ze hebben voor Enzo, voor tweejarigen. En dan eens kijken wat we kunnen kopen. Niet te duur natuurlijk ook niet. Maar toch ja, een verjaarscadeau voor Enzo. Dus dat gaan we even gaan doen. Dus daar gaan wij nu naartoe. We gaan trouwens naar de Fun, trouwens niet gesponsord voor alle verduidelijking. Maar we gaan naar de Fun, omdat de Fun eigenlijk de enigste speelgoedwinkel is die we hier hebben. Gaan we namelijk naar daar. Dus dan weet u dat niet gesponsord is. Het weer had iets beter mogen zijn voor de persoonlijk, maar ja. Kun je niet regelen zeker het weer. Dus het is weer aan het regenen voor de zoveelste keer. Dit is herfst pas van zomer. Maar goed. Ja. Kunnen we niet veranderen, hè. Helaas. Zo. Ik doe. Er liggen weer grote klassen. Zo te zien. Deze rest neem ik eigenlijk altijd mee, omdat je er toch altijd heel veel kunt insteken eigenlijk. En dat is wel gemakkelijk. Zo in. Zo schrok in. We gaan eerst naar de langste bank, maar dat zien jullie niet. Namelijk, we zijn nu in de Fun binnen. Natuurlijk zoeken we iets voor Enzo. Dus vanaf 2 jaar, want hij wordt 2 jaar op de 10e september. Dus we zijn aan het zoeken wat we kunnen kopen, wat echt iets voor hem is. Natuurlijk, en niet te doen. Dus zullen we eens kijken wat ze hier precies allemaal hebben. Dus, ze hebben echt heel veel, hoe je kan zien. Moest hij ooit dat willen hebben, dat is voor mij geen enkel probleem. Maar het is wel belangrijk dat hij iets heeft waar hij door kan leren. Dat vind ik altijd het belangrijkste. Dus dat zijn we nu aan het bekijken. Hij vindt zo'n poppatroon leuk. Ja, Moomba en zo van die dingen allemaal. Hier heb je er ook wel heel veel. Een poppatroon. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk om voor een ander te kiezen. Later als hij groot is, kan die zelf beslissen en dan is dat gemakkelijker. Maar nu is dat natuurlijk anders. Nu is dat heel moeilijk om van 1 tot 4. Maar dat is natuurlijk van deze dingen allemaal. Dus het wordt nog een hele uitdaging. Dat heb ik nu al gezien. Dat het een hele uitdaging wordt. We gaan even kijken bij de fietsen ook wat zijn. Deze fietsjes. Eigenlijk. Die zien er dan zo uit. Mijn 5 jaar. 1 tot met 3 jaar. Dus daar mag hij op. Dan heeft het nog zo. Ik denk dat het iets duurder natuurlijk. Dat zijn roze wieltjes, dat zijn witte wieltjes. Ik vind deze echt wel mooi. En ook stevig genoeg om dat te dragen. Dus die ik zo in te gaan nemen. Want dat is van metaal. Wat dan met roze wieltjes of met blauwe wieltjes, dat maakt voor mij niks uit. Maar ik weet niet goed wat het beste is. Het is altijd een klein beetje een zoektocht. Als, we hebben al iets gevonden, dat gaan we binnenkort ook zien als hij jarig is. Ik ben even het kijken. Hij heeft nog over van zijn budget. Dus dacht ik, ik ga eens kijken of we iets meer vinden. Dus zoals deze telefoon bijvoorbeeld, dat zou ook iets zijn. Maar die zijn nu met klein. En ik weet niet of hij dat leuk gaat vinden, dat is eigenlijk een beetje. Maar we gaan eens kijken bij Paw Patrol. En zo'n ding is het erover, dat zeker gewoon in zijn spaarpot. Dus ik ga eens verder kijken. Eigenlijk. Ik dacht hem eerst al Marie te kopen, maar Marie hebben ze niet. Je weet dat van Samson en Gert. Van Samson en Marie. Voor mij is dat ook altijd een beetje oorlog als ze dat willen zeggen. Dus dan ga ik eens kijken. Zo, we hebben iets gevonden. Nu hoop je dat in de vis gaat krijgen. En dan gaan we ook nog naar de GB, want ik moet nog voor. Zorg dat er heel de maand eten is, want anders kan ik in de hele maand niet eten.
Want maandag word ik namelijk geopereerd, dat weten jullie al. En dus ga ik eens kijken. Maar ik zit mijn vies niet meer vast, het is stom van mij, maar gelukkig staat hij nog. Dit er weer helemaal in krijgt, dat is een ander verhaal. Het is aan het regenen ondertussen. Dat zijn we wel gewend dat het aan het regenen is. Ik ben nog onder stroom geweest. Maar nu wordt het dus natuurlijk al nat. Ik ga alles in die fietskappen weer krijgen, maar ik heb altijd een rustzak bij tegenwoordig. Dus dat is wel een voordeel eigenlijk. Door altijd een rustzak mee te nemen, ga ik er ook gemakkelijker in krijgen. Wat ik uithalen, is deze. Dus moest het zijn dat het er niet in gaat, dan kan ik het toch. Hopelijk vonden jullie dit leuk om mee te gaan, om te zoeken achter een cadeau voor mijn kleine vriend. Voor mij was het echt wel een heel leuke ervaring om dit te mogen doen. Ik bedoel ermee dat ik het echt wel leuk vond om echt iets los te gaan voor hem eindelijk iets te kunnen kopen. Voor zijn verjaardag heb ik heel veel cadeautjes, ook niet door de week of zo. Gewoon puur nu. Ik vind het wel leuk eigenlijk nu dat we zijn cadeau hebben gevonden. Hij heeft nog 10 euro van zijn budget over. Dus dat vind ik al leuk eigenlijk. Nu ligt het er een beetje vol. Namelijk. Maar daar kun je dus muffins in. Die heb ik even in de hang gestopt. Dus net als het hier namelijk. Te genieten. Dat is wat ik allemaal heb gekocht. En de verjaarscadeau ga je nog niet zien van Enzo. Dat is bewust zo, omdat ik dat wel leuk vind eigenlijk als je dat dan openpakt, uitpakt eigenlijk. Dat jullie dan kunnen zien wat het is. En dan is het eigenlijk wel leuker omdat je anders weet al de hele tijd wat het is. En dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dat is een beetje geheimzinnig doen. Ik denk wel dat hier het project is nog steeds geheimzinnig. Dus het is wel leuk eigenlijk om zo soms eens geheim te hebben voor jullie. Ach, ik ben wel een beetje nat, stift wel. En nu is dat weer over, hè. Want net was het zo om te regenen, mannetjes. En nu is het weer over. Kun je niet geloven eigenlijk, hè. Hoe rap dat eigenlijk het weer verandert eigenlijk.